Tot nu toe hebben acties weinig effect gehad. Vandaar dat de vakbond Abfacabo nu uit een ander vaatje denkt te moeten tappen. Wij hebben moeten besluiten dat wij de draad weer oppakken. En dat komt erop neer dat we in oktober, de tweede of de derde week, samen met Amsterdam en Den Haag op één en dezelfde dag 24 uur plat gaan. En heel voorzichtig worden al plannen gemaakt over nog hardere acties in november. Ja, ik durf daar bijna niet aan te denken. Maar als hier niet op wordt gereageerd, dan ontkomen wij er niet aan om ergens in november maar eens te kijken of we niet een nog hardere actie voor moeten kiezen. Ik begrijp dat daar al draaiboeken voorzichtig in gereedheid worden gebracht. Ja, ik denk er liever niet aan, maar ja, stapje voor stapje zul je wel die kant op moeten. En ook één dag voor Prinsjesdag is er bij de bonden kennelijk weinig begrip voor de financiële situatie van de staat der Nederlanden. Als het alternatief is 3000 arbeidsplaatsen die geschrapt worden, minder openbaar vervoer en uiteindelijk een hogere prijs voor de reiziger. Ja, ik denk dat je dan wel moet, dus geen kwestie van kiezen. Tot nu toe heeft een gang naar de rechter door de OV-bedrijven acties niet tegen kunnen houden. En ook nu zien de bonden zo'n eventuele rechtsgang waarin om een verbod van de acties gevraagd kan worden met vertrouwen tegemoet.